Zo, het duurde eventjes. We zijn er, Rob, Christian. Iedereen is in beeld. Dan gaan we even wachten tot we een reactie krijgen. Of dat iemand ons kan horen. Of dat we goed verstaanbaar zijn. We hebben natuurlijk niks kunnen testen. We waren allemaal een beetje aan het haasten. Dat kwam door mij, dat kwam door mij. Rob zijn schuld. We zijn al lang blij dat we hier welkom zijn, Rob. Ik ga het zelf ook even checken. Ik zit mooi niet in beeld, maar goed, dat is niet zo erg. Ik heb wel 5 kijkers. Kijk. Pas op, meneer. Hard gewoon, hè? Ja. In het Nederlands of in het plaat? We zullen het maar in het Nederlands doen, hè? Nederlands, want er zijn veel mensen die dat niet kunnen verstaan. Precies. Ja, Nederlands kunnen ze wel verstaan. Nederlands wel, ja. Als iemand ons een seintje zou willen geven dat we goed verstaanbaar zijn, dan ga ik nog heel even iets veranderen. Rustig lopen. Voorzichtig met de kamertjes. Ja. Zit hij helemaal recht op mij? Ja, oké. Okay. Geen coronakapsel meer, dus... Nou ben ik erop. Wel. Ja. Dat is wel echt even een oefening, hè? Ja. Nog geen reactie. Nog geen reactie, dus we zijn er niet hoorbaar. Niemand kan typen. Alles werkt, zegt Floor. Kijk. Dankjewel. Hallo Floor. Hallo Floor. Floor is onze instructrice voor de dressuurgroep. Ja, ken ik. Dus ken ik. We hebben vaste fans. Kijk. Rob, bedankt dat we bij jou in Weert terecht mogen. Leuk om te doen. Altijd welkom. En, op deze mooie accommodatie. Christian was er nog nooit geweest. We hebben net even rondleiding gehad. Ja, is heel mooi. Ja, is toch wel leuk om ook bij collega Ruiters te kijken, denk ik, of niet? Ja, zeker. Heel leuk. En ook mooi om te zien op welke manier Rob hier dan een stal heeft neergezet. Ik vind het heel mooi gebouwd, functioneel en degelijkheid. En dat zie ik graag. Zie je daarin, hè? Ja. Dat is, zoals je Rob kent als nuchter persoon, zo zie je ook dat hij hier een heel mooi complex heeft neergezet. En dat is wel heel leuk om te zien. Mooi compliment, of niet, Rob? Ja, vind ik wel. Ja, en dat zijn hele mooie woorden. Dus we zijn er zelf ook heel blij mee met het bedrijf. Maar het is altijd leuk als je dus van kenners hoort dat het inderdaad leuk is, ja. Want jullie zitten hier nog niet zo lang. Nee, wij zijn eigenlijk begonnen met de bouw in 2016, augustus. En 2017, de tweede week van januari, hadden we eigenlijk de stallen en de bak en de stapmolen klaar. Dus toen konden we eigenlijk einsatz bereid, zou de Duitsers zeggen. Ja. En naderhand hebben we gewoon alles, en dat is ook weer leuk, want het hele gebeuren. Stap voor stap in fases doen we elke keer wat. Ja. En dat heeft ook zijn charme. Zo het eerste jaar hebben we een klein kantinetje gehad in een van de kleine zadelkamertjes. Liepen de muisjes nog langs de muren. Maar dat had ook zijn charmes. En die fases is allemaal leuk om door te maken. Ja, zeker. Ik denk dat het sowieso leuker is om het stap voor stap te doen. Je kunt punt A veel meer denken van hoe wil ik het hebben. En ik weet niet of het wel zaligmakend is als je direct een budget hebt waar je alles mee klaar kunt maken. Ik weet niet of het dat dan brengt. Denk dat je het dan ook minder gaat waarderen. Ja, ja, ja. En nu kun je nog dingen bijschaven. Wat je in het begin in de planning had, misschien ook dingetjes geweest die we anders gedaan hebben. Leuk. Ja. En wat is het droomplaatje? Ja, het droomplaatje is... we zijn bijna op het einde van het droomplaatje. En we hebben eigenlijk de laatste dingen waar we de kost niet mee moeten verdienen, die hebben we eigenlijk nog niet gedaan, dat is de foyer. Mm-hmm. En achter, rondom het bedrijf, eigenlijk de verharding. Dat is eigenlijk nog het enigste als wat het droomplaatje eigenlijk... Maar we hebben sowieso al een droomplaatje, iets wat we wilden hebben. En een klein, maar fijn bedrijf, goed te behappen, goed te overzien. En blij mee. Want Christian, wat is volgens jou iets onmisbaars op een accommodatie? Want Rob zegt, we zijn begonnen toen we de molen, de stal en de binnenbak hadden. Ja, dat denk ik dat weet je wel, drie onmisbare dingen noemt op een paardenbedrijf. Ja, tuurlijk stallen. Willen we ze kunnen blijven trainen op zo'n accommodatie? Ja goed, ze hebben tegenwoordig ook heel goede alwetterbodems buiten. Maar een binnenbak is wel heel voornaam. En een stapmolen, ja, als ik naar ons bedrijf kijk, onmisbaar. Echt onmisbaar. De paarden toch gewoon de vaste beweging geven. Net zoals wij als mensen
zoveel stappen moeten zetten om een dag voor gezondheid te behalen. Moet een paard dat ook. Heb je een paard wat een keer iets minder fit is, dan kan hij wel zijn wandeling doen. En ja, je hebt ook bedrijven waar de mensen ermee gaan wandelen, maar dan komen we op het financiële plaatje, dan wordt het weer allemaal iets anders. Want Rob, jullie hebben een hele speciale stapmolen hier op de accommodatie. Ja, dus eigenlijk is dat, was dat in het begin niet het plan. En ik wist het überhaupt niet, want zover hadden wij ons ook nog niet begeven in andere bedrijven om te kijken of die ovale molens... Dus die kennen ik eigenlijk nog niet. Terugblikkend, heel lang geleden had de familie Sikkens vroeger hadden ook al zo'n molen zelf gemaakt. Wij wilden eigenlijk op ons bedrijf van 36 stallen een zo groot mogelijke stapmolen hebben. Omdat we eigenlijk altijd, is er een tekort aan. En net wat Christian net ook zegt, bij hun op het bedrijf en hier ook, het wordt gebruikt als een extra beweging geven, maar ook als cooling down naar de werkzaamheden. En een molen voor 10 paarden rond was een mega object. En er kwam natuurlijk ook weer een beetje het punt naar voren, als je dus bij ons binnenkomt, hebben wij daar een monumentale muur, die stond er al en die wilden we eigenlijk intact houden. En als ik die ronde molen van 10 paarden, ja, dat was zo groot, dan was ik een heel deel van die molen weer kwijt. En toen zegt eigenlijk het bedrijf Reur en Rup, die toen eigenlijk hier ook de stallen geleverd hebben, die zeggen, we hebben ook ovale molens. En ik moet eerlijk zeggen, die bevalt top. Ze lopen 10, 11 meter rechtuit, gaan er 10 aan. En dat is wel fijn. Ja. 'S morgens even plannen met het aantal paarden wat er staan. Maar dan eigenlijk na de koffie, als iedereen aan het werken is, als iedereen aan het rijden is, dan is er altijd plek. Ja. Dat is wel fijn. Ja, dat is ook wel nodig, denk ik. Hè? Als je toch wel, hoeveel boksen hebben jullie hier? Oh, we hebben 36 stallen. Dat is ook meer dan genoeg. En uiteindelijk heb je natuurlijk nooit stallen genoeg. Maar ergens moet je het doen met wat je hebt. En we willen niet te groot. Dan wordt het ook weer te moeilijk. Voor 50 boksen zouden hebben. Ja, dan zou je toch op een gegeven moment steeds meer paarden krijgen. Steeds meer weer verschillende klanten krijgen. En je moet het natuurlijk ook inhoudelijk gemanaged kunnen krijgen. En als er te veel mensen zijn, ja, dan is dat moeilijk. Het voordeel is van toen wij gebouwd hebben, konden we alleen maar aan één zijde van het terrein bouwen. En de enigste mogelijkheid was alles in één hal. Nou, uiteindelijk hebben we toen gezegd, we willen dat zo groot mogelijk maken. Dus het grootst mogelijke was 98 meter lang en 32 meter breed. Vraag mij niet 32 breed. Ik heb er nooit om gevraagd. We hebben alleen gezegd, we willen ook zoveel mogelijk boksen van 3,5 bij 4 erin krijgen. Nu zijn we heel blij met die 32 meter breed. Ja. Nu is onze binnenhal is 32 bij 58. En die 32 meter breed is wel fijn. Ja. Ja. Dus ja, soms lopen ook eens dingen iets anders, maar in de positieve zin van het woord. Dus dat is wel fijn. Oh, mooi. Het is altijd wel interessant om te zien hoe iets tot stand komt. Hè? Ja, zeker. Ja, nou ga je hier de plaats op en dan denk je dat het hier al heel lang gelegen. Terwijl het eigenlijk nog maar net nieuw is. Ja. Maar goed, we zijn hier met z'n drieën vandaag omdat we helaas nog steeds niet kunnen starten met het talentenprogramma De Talent Boost in Limburg. Rob, jij hebt nog een ander talentenprogramma, Limburg Future Pros. Ja. Ik kreeg al een paar vragen binnen van potentiële deelnemers, die willen heel veel van jou weten. Okay. Dus ik denk dat ik er eens even eentje bij ga pakken. Mocht iemand kijken en nu een vraag hebben, dan kunnen ze die sturen in de chat. Dus dat kan. Ik heb hier een vraag. Dit is wel een hele leuke, Rob. Hier ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Ik ook. Is er een bepaalde uitspraak of gebeurtenis die jij hebt gehoord tijdens het lesgeven die je voor altijd bijblijft? Tijdens een les van mij. Mm-hmm. Dat is wel heel uitdagend. Dat is wel. Goeie vraag. Oh, dat is een moeilijke vraag, zeg. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak in mijn lesgeven best wel eens een keer van die anekdotes ertussenin gooi, die best wel leuk zijn. Maar omdat nu. Ik vind het wel een vraag waar ik eigenlijk toch nog wel even een half uurtje over moet denken voor ik daar uiteindelijk een. En goed, ik heb bepaalde dingen die mij altijd bijstaan als ik op een gegeven moment... ik gooi het er gewoon in, dat is toch wel leuk. We zijn onder elkaar en we mogen best wel eens een keer een beetje lachen. Ik gebruik nog wel eens een keer een uitspraak van een hele oude instructeur van mij vroeger. En dat was Nico Uitendaal. En dat is dan van de familie Uitendaal, die nog bekend zijn in de sport.
sport. Alleen Nico is al lang dood. Dat was eigenlijk een van mijn eerste instructeurs. Daar heb ik vroeger nog les van gevolgd, samen met Wilke Heber en met Joost Pauli. En die man die kon ongelooflijk uitleggen. En die zei op een gegeven moment ook dat een ruiter eigenlijk een hele goede balans moet hebben. En daar praten wij natuurlijk in ons lesgeven natuurlijk ook altijd over. En hij gaf altijd een heel leuk voorbeeld daarvan. En dan zei hij op een gegeven moment eigenlijk zijn plat Brabants gezegd, dat hij op een gegeven moment moet een ruiter, die moet eigenlijk zoveel balans hebben, dat je je eigenlijk moet kunnen verplaatsen in de situatie dat je ergens bent, dat je gruwelijk schijten moet. En je, de toilet is zo smerig dat je niet op die bril durft gaan te zitten. En dan moet je eigenlijk zoveel in balans boven die bril blijven hangen, dat dat toch kan gebeuren. Dat heb ik altijd nog onthouden en dat zie ik nog wel eens vaak voor. Want ik breng dat ook nog wel eens een keer in mijn lessen nog eens een keer als grapje naar voren toe. Maar dat zijn bepaalde dingen die je nooit meer vergeet van iemand uit het verleden die dat eigenlijk vaak gebruikte. Dat blijft ook altijd in mijn hoofd zitten. En is er iets wat, Christian, met jou is bijgebleven? Van een instructeur van vroeger of van iets is blijven hangen? Hij is er niet zo oud. Nee, ja. Wat mij natuurlijk vroeger al erin gestampt is en waar je vroeger niet veel van wou weten of niet zoveel hem gaf. Hè? Want je was springruiter of op de Ponyzee springen, dus je het enige waar je aan dacht was springen, hè? En dat je dat parcours fout is met springen. En ik weet, ik heb vroeger ook wel eens een keer, toen klein was, een keer in zo'n plan gezeten met Rob van de Rabobank. En heel veel soorten plannen. En iedere instructeur die bleef mij wel al zeggen vanaf, denk ik, dat ik 8 jaar oud was. Ja, maar dressuurrijden is ook heel belangrijk. En ik denk tot mijn 12e, 13e vond ik dat nog steeds niet heel belangrijk. Maar dermate je hoger kwam op niveau, ja, werd dat toch wel een heel belangrijk dingetje. En dat is wel iets wat er vroeger door mijn moeder inderdaad al ingeprent is. En wat nu, de huidige instructeur, ik heb vandaag vanochtend een uitgebreide training gehad. En ik begon met aandraven. Nou, ik denk dat ik 5 meter onderweg was. En dat ging niet weer. Opnieuw. Dressuur. Dus ja, dat is wel iets wat voor mij iets heel belangrijk is. Maar het is blijven hangen. Maar de balans van op de wc gaan zitten zonder erop te gaan zitten, die heb ik nog niet gehad. Nu ken je hem. Dat dressuurrijden, dat laat jij ook elke keer weer terugkomen, hè? Starten bij de basis. Ja, goed, ik denk, en we kunnen dat niet vaak genoeg blijven herhalen. Het is gewoon de basis van het hele gebeuren. En Nico Uitendaal vroeger had natuurlijk al een heel belangrijk punt. Zonder balans, zonder goede positie, ja, is het spelletje sowieso heel, heel moeilijk. En wij zien het helaas nog vaak genoeg, te vaak nog, dat wij nog te veel eigenlijk moeten gaan schaven op dat punt voor we eigenlijk tot de kern van het lesgeven eigenlijk kunnen komen. En laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk net hoe je het went of keert, maar het paard heeft nooit gevraagd dat wij erop gaan zitten. Nou, dan moeten wij in ieder geval al sowieso zorgen dat wij in ieder geval al correct en in balans op zo'n paard gaan zitten. Dat is dan al eigenlijk het een heel belangrijk fundament. Mm-hmm. En daarbij is natuurlijk net zozeer wat Christian ook weet vanuit zijn Talent Boost-programma, waar dus ook heel veel instructie gegeven wordt, dat wij ook moeten werken aan heel duidelijke vorm van instructie geven. Dat iedereen het ook kan begrijpen. En soms denk ik dan, daarom denk ik ook soms nog wel een keer terug aan Nico Uitendaal, dat je soms ook een keer iets lachwekkends erin moet gooien, dat iedereen dan ook een klein beetje losser komt en misschien het ook misschien iets gemakkelijker gaat begrijpen. Ja. Blijft het ook hangen? Ja, dat blijft ook hangen. En wij hebben natuurlijk allemaal ook door schade en schande word je wijs. Ja. En ik weet één ding, weet ik wel heel duidelijk vanuit het begin van mijn carrière, dat ik vroeger eigenlijk in de landelijke sport, vanuit het set, vroeger alles won. En kwam mijn trainer kijken, dan stond ik zo strak als een snaar en dan reek ik geen deuk en een pakje boter. En dat is iets wat we er zeer zeker niet in moeten gaan brengen. Want iedereen moet gewoon kunnen rijden voor zijn plezier en het zo goed mogelijk doen. Ja. Ja, zeker. Alleen dat zal toch altijd wel, ik denk dat je dat ook in iedere sport ziet, dat is ook de juiste klik die je moet vinden
met de instructeur, bij de ene, wat je zegt, dan word je strak en ga je anders rijden. Terwijl, ja, je bent bezig met een training, dus je moet ook wel weer bijschaven aan je rijderij. Dus je gaat ook iets anders rijden. Maar ja, omdat dat heb ik zelf al ervaren, dat als je met de ene trainer heb je een betere klik dan met de andere, waardoor je het makkelijker opzij kunt zetten, de zenuwen, het presteren. En dan toch door je fouten weer de week erop er weer van te leren. Ja, klopt. Het is ook wel een leuk bruggetje, maar er komt een vraag binnen, dus ik ga eerst even mijn bruggetje afmaken. In de Talentboost hebben we voor 2-3 weken geleden Marion Schreuder op bezoek gehad. Die verzorgt daar de mentale trainingen. Maar ook in de Future Pro en het Future Pro programma hebben we heel veel aandacht voor de mentale training. Is dat nog een beetje een ondergeschoven kindje? Of vind je dat het toch ook wel heel belangrijk is geworden? Nou, ik denk dat het altijd heel belangrijk is geweest. En het is vaak, wordt het een klein beetje teruggedrongen. Niet bewust door de leidinggevende mensen, maar ook wel een klein beetje bij de ruiter zelf, die eigenlijk denkt, ja, moet ik nu gaan zeggen dat ik op een gegeven moment drempelvrees heb, of dat ik op een gegeven moment faalangst heb, of dat ik op een gegeven moment niet onder spanning kan werken, of whatsoever. Maar we hebben het eigenlijk in alle programma's eigenlijk geïntegreerd. En dan zien we toch dat als ik dan praat vanuit de seniorwereld, waar ik dus eigenlijk heel veel mee bezig ben, zijn wij toch in de laatste 6, 7, 8 jaar, hebben wij ook nog grote namen daarmee kunnen helpen. Alleen je moet jezelf op een gegeven moment open durven stellen om te zeggen van ja, wat mist ik nog? Waarom doe ik bepaalde dingen onder druk misschien moeilijker? Dat wisselt. En dat is ook weer een klein beetje, denk ik, onze taak om te gaan erkennen door te praten met je leerlingen van waar zit het? Waar scheelt het aan? Je hebt mensen die niet onder druk kunnen rijden, je hebt ook mensen die druk nodig hebben. Ja. Om te kunnen presteren. Ze kijken naar onze robot. Als je echt in nauw gezet wordt, dan rijdt hij eigenlijk beter. Ja, en dat moet je wel een klein beetje kennen van hoe de personen in elkaar steken. Dat is ook weer een beetje onze taak. Ja, ja, zeker. Ik ga naar de vraag die hier binnenkomt. En de vraag is, ik ga hem gewoon even voorlezen. Hoe gaan jullie om met een enorm gemotiveerd ruitertje, maar dat door corona niet de kans krijgt om te voldoen aan de voorwaarden van Future Pros in dit geval, het talentenprogramma, maar dat geldt voor de Talentboost natuurlijk ook. Ik kan hem ook wel antwoorden, maar ik wil Mike van jou wel horen. Nou ja, dat is op het moment best wel een hot item. Wij hebben natuurlijk dat niet alleen bij de Talentboost en ook niet alleen bij de Limburg Future Pros. Dit speelt ook bij alle categorieën bij vanuit de jeugd, ponies, children, jongrijders, junioren, die op een gegeven moment dus ook een klasse hoger moeten, maar die eigenlijk niet aan de wedstrijden kunnen deelnemen om de punten te vergaren. Ja, dat is een moeilijk punt. En bepaalde momenten, ja, dan zijn onze handen ook gebonden. En dan zul je toch op een gegeven moment een bittere pil moeten slikken, om dan toch op een gegeven moment te wachten tot die periode weer voorbij is. Of om op een gegeven moment toch een hulplijn in te schakelen. Dat kan de KNS zijn. Dat kan Christian zijn vanuit de Talentboost. Dat kan mijn naam zijn vanuit Limburg Future Pro. Wat je in principe kunt doen. Is een moeilijk punt. Is een hele goede vraag, maar is een heel moeilijk punt. Omdat alles op het moment bevroren is. Nu met Rino er weer bij, dat we tot en met het einde van maart ook weer niks meer hebben. Ja, dat is jammer. Dat is heel moeilijk. Maar ik zeg altijd op mijn beurt, als iemand geduld heeft, wacht tot het moment toch weer komt van rijden. Iemand die kwaliteit heeft en eraan wil werken, die komt ergens toch weer bovendrijven. Ja, en je kunt natuurlijk even goed, kunt nu wel even goed nog steeds blijven verbeteren en zorgen dat je klaar bent. Ja. Dan hebben we nu inderdaad geen Talentboost programma en voor de Future Pros is dat nu ook moeilijk. Het enige wat ik wel denk, je kunt wel een privé les gaan nemen of je kunt er evengoed wel een doel stellen, hè, van waar sta ik nu? En dat ga ik door iemand laten beoordelen, door een x iemand. En je gaat als doel stellen met diegene
waar sta ik over 2 maanden? En zo wel voor jezelf doelen stellen. En als je die doelen stelt, dan kun je ook weer verder komen. En toch klaar zijn op het moment dat het seizoen open gaat. Want daarmee kun je wel voorkomen waar je tegenaan zou lopen als het seizoen open gaat. Dat denk ik. Ik zit nu dus ook veel met de paarden thuis. Alleen, ja, ik zie er juist de uitdaging in van... Het wordt dadelijk de eerste keer dat we weer op een groot concours zijn. Dat wordt het meetpunt. Heb ik ze klaar of heb ik ze niet klaar? Heb ik goed mijn werk gedaan in coronatijd of niet? Ja, en dat zo denk ik dat voor iedereen, of ook al is het een klein jochie of is het een senior, is het in de voetbal, is het in de tennis. Ik denk met alles jezelf uitdagen. Ja. En dat kan nu niet in wedstrijdverband, maar hoe kan het wel? Hoe kan het wel? Ja, goed, je kunt aan jezelf blijven werken, net wat Christian ook zegt. En je kunt ook zelf op een gegeven moment vindingrijk zijn en zeggen op een gegeven moment, nou, ik ga een training van mezelf, of als ik aan het rijden ben, hoef nog niet eens een training te zijn, ik neem het op en ik stuur het op. Ik stuur het op naar de KNS, of ik stuur het op naar Christian, of ik stuur het op naar Rob Erend. Dat maakt in wezen niet uit. Kijk, dat kan altijd. En je kunt altijd jezelf op die wijze ook laten gelden. Want zakt de motivatie soms ook bij op stal Erends, nu er eigenlijk geen concoursen zijn, dat niet per se een vooruitzicht is dat we vooruit kunnen? Nou ja, kijk, wij willen natuurlijk met z'n allen op concours. Daar train je voor, ja. Daar werk je voor, daar doe je voor. Alleen, deze periode is ook weer gezien, ook bij de grote namen, ook weer eens een keer een pluspunt. We moeten ook niet vergeten dat wij in een molen terecht zijn gekomen van 12 maanden van het jaar, week in, week uit, evenementen. En mij kan niemand uitleggen dat het goed is dat een ruiter week in, week uit op concours gaat. Bijna niet thuis is. Geen tijd heeft om jonge paarden op te leiden. Dat kan in mijn ogen niet goed zijn. Je blijft nooit scherp genoeg. De paarden die raken het ook op een gegeven moment een beetje overnomen, ook vaak. Nou, toen de eerste coronaperiode kwam, was dat voor de paarden een blessing. Dat die een keer een time-out kregen zonder dat ze eigenlijk geblesseerd waren. Ja. En ik hoor nu ook van heel veel van mijn ruiters die het nu soms ook wel een keer fijn vinden. Om een keer... andere dingen meemaken. Andere dingen meemaken. Op een andere voet trainen. Wat minder continu die druk erop. Dat is goed voor een ruiter en dat is ook goed voor een paard. Ja. En anders, en daar moeten we voor waken, dat we niet op een gegeven moment het hele ding gaan overnemen. En dat wij op een gegeven moment straks alleen maar die drijf hebben om een wedstrijd. Ja. Christian, ervaar jij dat ook zo? Van even lekker niks? Zeker. De eerste lockdown, dan ervaar je dat zeker. Dan zit je op het verhaal wat Rob zegt. Ik heb dan heel veel jonge paarden, dus je bent veel weg. Maar toch relatief ben ik. Ik kom s'avonds wel weer thuis. Als ik op een internationaal concours ging, dan was ik 3 dagen weg. Maar vaak wel in de buurt. Dus... Maar je ervaarde wel van ja, wat er nog meer is dan alleen maar maandag, dinsdag, woensdag, donderdag rijden. Vrijdag, zaterdag, zondag concours. En op maandag begon het liedje weer opnieuw. Ja. En goed, bij mij is natuurlijk de laatste 2 jaar veel veranderd. Inmiddels heb ik 2 kinderen. Dus dan ga je er ook anders in staan. En ik heb dat ook, als je het hebt over grote namen, met Maaike van der Vleuten over gehad. Die zegt, ik maak dingen mee. Ja, die heb ik inderdaad nog nooit meegekregen in mijn wereld. Voor hem was woensdag het vliegtuig in. Op zondagnacht komt hij thuis. 2 dagen thuis en op woensdag weer het vliegtuig in. En dat zijn wel dingen dat wij als ruiters... Dat ga je dan ook meer waarderen. Alleen het is nu natuurlijk al zo'n lange periode dat je... Ja, het is ons vak. We moeten ervan leven. Het wordt ook wel weer tijd dat we weer weg kunnen. Maar het is wel... moet je het zeggen... Als je weer op zijn verhaal gaat, je gaat ook andere visies krijgen. Ja. Je gaat ook anders trainen. Je krijgt de kans ook om je training eens een keer om te gaan gooien. Omdat er zit even geen druk op. Dus je kunt ook gaan uitproberen van misschien toch maar een zus gaan doen of zo. En, ja, dat, hebben jullie iets helemaal anders aangepakt nu?
Bij ons op stal? Nee, niet echt. Niet echt. Kijk, je weet natuurlijk nooit in hoeverre dat het spel weer aan de gang gaat. Nou ja, dat maakt planningen maken best nog wel moeilijk. Want wanneer gaat het weer open? Wanneer kunnen we weg? We hebben het geluk dat we eigenlijk op een gegeven moment toch nog bezig zijn kunnen blijven. Ja. In België, in Frankrijk, in Italië, Portugal, Spanje, noem maar op. Die Oostenrijk waren nog wedstrijden. Wij hebben alleen in ons kleine landje niks meer gehad. Je gaat niet echt andere dingen doen. Je gaat de dingen anders bekijken, anders trainen, minder druk, minder stress. Ja. Maar wat wij natuurlijk wel heel hoog in het vaandel hebben, en dat zal Christian met al zijn paarden ook doen, net zoals wij, we hebben ze stand-by. En dat kunnen we natuurlijk wel. We kunnen een paard op een bepaald niveau wel fit houden. We kunnen hem de training geven die hij nodig heeft. We kunnen hem de beweging geven die hij nodig heeft. Alleen wat wij natuurlijk missen is de kilometers in de ring. En als ik gewoon vanuit mijn optiek bekijk, vanuit de topsport. Wij springen nooit met topsportpaarden door de week ook nog eens een keer 1,50 meter of 1,60 meter. Dat zijn allemaal paarden die van concours naar concours gaan. En die worden eigenlijk fit to compete gehouden tussen de wedstrijden in. Worden lekker gereden, conditioneel, fit, fris in het hoofd. En dat maakt het uiteindelijk wel weer mogelijk om te zeggen van, als we nu heel weinig wedstrijden hebben, kunnen we dan überhaupt naar, bij wijze van spreken, de Olympische Spelen gaan denken? Of kunnen wij na over het einde van deze maand maart een wereldbekerfinale in Göteborg hebben? Jawel, als dat paard de ervaring heeft, de kilometers al gemaakt heeft, gewoon fit to compete en goed gereden is, dan kan dat wel. Maar dat is ook weer per paard. En dat combinatie. Per combinatie. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik reed in mijn jeugdige tijd, toen hadden wij, na december was er even niks. Januari, februari, maart. En hadden wij ons eerste internationale concours weer in Dortmund. In die maanden ervoor waren wij alleen maar met jonge paarden bezig geweest thuis. Kleine parcoursjes. En dan liepen we in Dortmund weer het parcours. En denk, shit, is dit nou allemaal weer bovenin? De ene ruiter doet dat ook weer makkelijker dan de ander. Ja. En maar dat zien we ook. Als je in die flow raakt, hoe meer je rijdt, ja, vaak ook hoe makkelijker dat het gaat. Dat is voor heel veel ruiters best moeilijk. Als je niet die kruiwagen vol geld hebt dat je elke week weg kunt, en je moet heel hard werken om weer een keer weg te kunnen, is dat natuurlijk weer een ander kapitel. Ja. Want, Christian, je had natuurlijk ook een toppaard. Die is naar Michael verhuisd. En toen waren die hele hoge hindernissen ook even iets verder weg weer. Ja. Was dat voor jou ook even slikken soms, als je dan parcours liep? Van, oef, het is wel hoog. Het is één ding is heel zeker, op het moment dat je veel van die concoursen rijdt, dan wordt het automatisme en wordt het normaler. En dan schrik je niet meer van die kastelen. Alleen, als je er even niet hebt gehad en er dan weer in één keer voorgezet wordt, ja, dan moet je wel schakelen. En dan, dat gaat heel veel per ruiter verschillen hoe je daarmee om kunt gaan. En dan ligt er ook eraan, is je paard fit to compete en je rijdt die eerste proef meteen weer lekker, dan zit je er ook weer zo in. Alleen, gaat die eerste proef niet zo lekker, dan kan het wel weer mentaal gaan zitten. Dat het een stukje moeilijker wordt. En dat zijn weer die kilometers. En dat is ook weer paardafhankelijk, combinatieafhankelijk. De ene pakt dat heel makkelijk op en de andere niet. En ja, blijft altijd een uitdaging. Ja, en ik denk dat het ook wel een hele mooie tip is naar de talenten toe. In de Talent Boost, maar ook in Limburg Future Pro's, kilometers maken. En ondanks dat het nu niet zo heel erg leuk is omdat we niet op concours kunnen, toch thuis aan de gang blijven. Ja, maar dit is een hele goeie. Hè? Dat is net wat Christian ook uitlegt. Kijk, we moeten eigenlijk zien dat vanuit de Talent Boost programma, Limburg Future Pro programma, het hele jeugdprogramma vanuit de KNS, we dan praten vanaf ponies, children, junior, jongrijders. Dat is eigenlijk een periode waar we eigenlijk de kinderen zoveel mogelijk inhoud moeten proberen te geven. Het rugzakje voller maken met kennis van wat paardrijden is. Dat is nu een hele mooie periode voor. Ja. En dan zie je ook van mensen die, dat verbaast mij dan weer. Dan krijg je op een gegeven moment een telefoontje. Ja, het is lockdown.
kunnen niet weg. Kunnen geen concoursen rijden. Ik kom op me niet trainen. Nu is het juist een tijd om gaan te trainen. Ja. Nu is het juist een tijd om jou het geld wat je normaal gesproken eigenlijk spendeert aan wedstrijden, moet je nu eigenlijk aan goede begeleiding gaan gebruiken. En dat vind ik toch wel een heel groot hiaat. Ja. En zeker in de springsport, waar we dan weliswaar ook een breder spectrum hebben van goede instructeurs, dat is een ander kapitel als bij de dressuur. Die mensen zijn er. Kijk, Christian is er, ik ben er, en legio anderen. Dan zou ik zeggen, mensen, benut het. Pak die kans. Ja, zeker. Ga trainen. Maar ga niet trainen alleen maar om ergens in een team te komen, of om ergens maar een Europees kampioenschap mee te rijden, of whatever. Ja. En dan sla je de plank mis. Ja, dat is met iedere sport. Als die voetballer 3 maanden op de bank gaat zitten, omdat hij toch geen wedstrijden heeft, ja, dan hoeft hij de 4e maand, als het weer open gaat, doet hij niet mee. Nee. En dat is met de paden precies hetzelfde. En als je praat over jeugd, want daar zitten we natuurlijk met dit programma voor, ja, die kunnen iedere dag leren. Of dat op concours is, of is dat thuis, of is wat op zich met een video sturen van elk klein dingetje wat ze oppikken, leren ze van. Ja. Is het goed, is het slecht? Het is een leermoment. Ja, goed, en dat zijn ook natuurlijk dingen, Christian, wat wij natuurlijk wel doen. Wij staan open voor elke vorm van informatie. Als er iemand een clinic geeft, dan staan we er als de Piet erbij om te kijken van, god, hoe doet die het? Kijk, en ik ben natuurlijk een enorm bevoorrecht persoon in deze wereld, dat ik eigenlijk al 16 jaar lang de kans heb om op de grootste evenementen op het inspringtrein te staan. Ja. Dat is gewoon het allermooiste om te kijken hoe allemaal die grote namen, hoe die dressuur rijden. En dat is natuurlijk mooi. En om dat weer in dezelfde zin van het woord door te geven aan andere ruiters. Ja. Maar iedereen kan, en ik sta er dan ook vaak versteld van, dat er zoveel programma's ook online zijn waar je heel veel van zou kunnen leren, wat gewoon überhaupt niet gebruikt wordt. Ja, dat vind ik dan spijtig. Ja. We hebben het nou weer even over dressuur rijden. Dat vind ik wel een hele mooie wat je zegt. De grootste namen die dressuur rijden bevorderd zijn. We hadden het net over balans. Ik kreeg hier een vraag binnen. Is zonder zadel rijden een goede oefening voor de zit? Heel, als je slecht wil leren paardrijden, wel. Oh, dat was wel heel... Ja, goed, je kunt wenden of keren. Kijk, als je praat over het gewone rijden en je hebt een paard heel toevallig met een hoge knieactie of een moeilijke bewegingsafloop waar ik eigenlijk slecht op kan doorzitten, en ik moet dan ook nog heel veel gaan doorzitten, ja, lijkt mij dat niet fijn. En heb je een paard wat eigenlijk heel vloeiend loopt en waar je eigenlijk bij wijze van spreken op kunt gaan zitten en je kunt er nog een kop koffie bedrinken, ja, dan heb je geluk. Maar ik kan me voorstellen, als je dan op een paard gaat zitten zonder zadel, dat je je balans al niet kunt vinden, je gaat knijpen en knellen van alle kanten om je boven staande te houden, of zittende te houden, ja, dan lijkt me dat geen goede zaak om paardrijden te leren. Vroeger had men dat wel eens vaak, je moet eigenlijk zonder zadel kunnen rijden. Ja. Om je als aankomend ruiter die niks kent, verkeerde dingen aan te laten leren, denk ik, dan moet je het doen. Ja, als je dat verkeerde dingen wil leren door te knijpen of jezelf. Dus ik zie dat nou niet zo zitten. En zonder beugels rijden? Dat is een ander verhaal. De een wel, de ander niet. Wat wij wel doen in ons rijden is vaak met verschillende beugellengtes rijden. Dressuurmatig met iets langer. Springen wat korter. Ik vind beugellengte altijd een heel persoonlijk iets. Waar ik eigenlijk heel weinig aan wil veranderen. Want iemand is zoals hij is. En iemand voelt zich comfortabel op een bepaalde wijze van rijden. En als ik bij jou kom voor instructie en ik kom binnen met de beugels vrij kort en jij zegt tegen mij van, dan gaan we eens even veranderen, kerel. Door die voetjes en zo de beugels, dan even kijken waar je beentjes hangen. Meteen ongemakkelijk. Ja, dan voel je je heel ongemakkelijk. Soms doen we het wel een keer, maar dat is net wat Christian zegt, dat is een ander verhaal. Nou ja, een duidelijk antwoord. Ik hoop dat die duidelijk is. Nou ja, goed, het is mijn visie. Ik sta altijd open voor de visie van anderen. Ik ben het ermee eens. Dat gaat makkelijk. Ik heb nog een vraag binnengekregen. En van je
relevant volgens mij, Rob. Ze zeggen dat Tokio zeer zeker door zal gaan. Is het lastig om nu een selectie te maken? Dat gaf je net al aan. En zijn er voor jou persoonlijk dan toch wat momenten die je kiest als meetmoment? Of ga je er op gevoel in? Ja, het is sowieso moeilijk. Kijk, we hebben op een gegeven moment een x-aantal, laat maar zeggen, een anderhalve maand geleden. Ja, gaat niet door, gaat wel door, niet door, wel door. We hebben in ieder geval van hoger hand duidelijk de instructie gekregen. De Olympische Spelen gaan altijd door. In welke vorm, dat weten we natuurlijk niet. En ja, het maakt het zeker moeilijk. Wie weet, wanneer gaan we van start? Is dat april? Is dat mei? Is dat juni? Ik weet het ook niet. Zeker nu met de Rino is dat een heel moeilijk dingetje. Ja, kijk, en dan moeten we gaan kijken van, kijk, dat is wel weer het voordeel van de seniorenwereld, dat dat geen mega grote groep is. Je hebt een groep, een longlist, er staan 12 namen op. Er zit achter die 12 namen niet echt veel aan te komen waarvan ik nu denk, dit jaar, dat zou nog wat kunnen zijn voor de Olympische Spelen, sowieso al te laat. Dus die vijver is niet heel groot. En ik moet gewoon dadelijk hopen dat we toch nog voldoende observatiemomenten krijgen, waarvan ik toch nog kan kijken, ja, welke ruiters kan ik in de flow krijgen? En ik leg dat uit. Ik kan bij wijze van spreken de grote namen opnoemen, ook met paarden die het eigenlijk gedaan hebben. Maar ik moet combinaties dadelijk op kunnen stellen, vrij kort voor de Olympische Spelen, die ook in die flow zitten, die in een wedstrijdritme zitten, wat Christian net eigenlijk heel mooi uitgelegd heeft. Dat is voor elk paard en elke ruiter anders. En kan ik dat weer voor elkaar krijgen in die korte periode, ja, dan heb ik geluk. Maar krijg ik dat niet voor elkaar, en dat kan, dat je zegt op een gegeven moment, ik heb twee combinaties waarvan ik denk van, die ga ik altijd meenemen, maar die komen niet in die flow. Of het paard niet op het laatste moment 100% fit to compete. Of de ruiter misschien niet volledig 100% fit to compete. Hoe gaan wij dadelijk om met het feit dat een naam van het team bij vertrek positief test op corona? Hoe gaan we daarmee om? Misschien word ik getest op corona en ik mag niet mee. Is dat niet zo erg? Kunnen we vanaf online nog proberen te regelen. Maar dat zijn allemaal scenario's die we nu ook nog allemaal eigenlijk niet weten. Wanneer gaan we geënt worden? Ik weet het ook niet. Maar het is moeilijk. Plannen is en blijft altijd moeilijk. Keuzes maken blijft ook altijd moeilijk. Dat zal ook nooit gaan wennen. Bij mij tenminste niet. Maar we moeten hopen dat we weer toch weer vrij snel aan de gang kunnen met de wedstrijden en dat we toch nog minimaal 3, 4, 5 grote wedstrijden met elkaar kunnen rijden, dat je toch een beetje een beeld kunt krijgen en een beetje een ritme kunt gaan creëren. Ja, want ook voor een Olympisch Spelen, of ik denk juist voor een Olympisch Spelen, dat is de top, dan ben je gewoon de paarden en de ruiters zijn ritme in de benen nodig. Ja. Dat kun je niet. Dat moet korter voor, ja. Zoals Robert zegt, want anders is dat niet te doen. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen die op dat moment kunnen pieken. Maar voor een landenwedstrijd heb je een team nodig. En moet je met z'n allen proberen te kunnen pieken. En dat is nu, ja, niemand weet het. We waren bijna weer buiten aan het rijden. En nu krijgen we dit, met de Rino dan. Dus ik denk dat wel een heel lastig dingetje zal blijven. Er is nog geen vooruitzicht. Nee, dat is het moeilijke. En net wat jij ook zegt, Christian, kijk, als ik terugblik in de 16 jaar dat ik het nu doe, is de teamspirit een ongelooflijke belangrijke factor. Ja. En als je natuurlijk niet voldoende wedstrijden met elkaar kan rijden, dan krijg je ook, dan leeft iedereen te veel eigenlijk in zijn eigen bubbel. En ik zeg nogmaals, bij de senioren zal dat makkelijker zijn als bij de jeugd. Dat moet nog meer op elkaar ingespeeld zijn. Die moeten eigenlijk toch nog wel wat meer kilometers gemaakt hebben. Maar het is allemaal moeilijk, ja. Ik vond dat wel een hele mooie wat jij zegt, want teamspirit is wel belangrijk. Ja. Ruiters zijn altijd wel best individueel bezig, zeker de jeugd. Als ik even om mij heen kijk op concours, zeker in de amateurs, zeg maar, de landelijke concoursen. Ja. Heb je daar een tip voor? Want ik merk, bij de Talentboost hebben wij bijvoorbeeld
groepjes van 6, 7 per les. Of sorry, zeg ik niet goed. 3 per les. En dat worden echt hele leuke, wordt echt een hele leuke groep. Ja. Maar ja, we hebben natuurlijk niet iedereen in een talentboost zitten. En jij zegt, het is wel echt van belang om met elkaar. Ja, goed, dat is, en dat kan Christian misschien dadelijk ook beamen. Maar kijk, als ik op een gegeven moment een groep uit het Limburg Future Pro heb, en zoals wij vorig jaar eigenlijk met 5 mensen van start zijn gegaan, en ik moet eerlijk zeggen, er waren 5 mensen die ook in een team pasten. Ik moet zeggen, als je dus in een team zit, en je hebt in dat team 1 niet-teamplayer, die kan je de hele zaak verzieken. En gelukkig heb ik dat in Nederland nog niet meegemaakt. En wat dat betreft ben ik eigenlijk als coach van Nederland eigenlijk een heel gelukkig mens, dat wij nog altijd een 5e man op een kampioenschap mee hebben gehad, die eigenlijk ook een fantastische 5e man was. En of het nu Gerco Schreuder was om een Olympische Spelen, of het nu Leon Thijs is, die 2 keer mee geweest als 5e op een Olympische Spelen. Leopold van Asten, die 2 keer mee geweest is, 1 keer na Trajan op het wereldkampioenschap als 5e, en daarna weer 5e op het Europees kampioenschap. En altijd. Maar dat, ja, dat, daar zal ook een keer een tijd komen dat we die niet kunnen krijgen. Maar ik vind wel, en dat zie je ook in alles voorafgaande, vanuit de seniorwereld, dan zien we nu eigenlijk dat men ook veel realistischer is geworden. Als ik nu terugblik, in 16 jaar geleden had ik 30, 35 aanvragen voor CAO Rotterdam. Ik moet nu nog kijken van, heb ik er niet te weinig? Omdat iedereen toch realistisch is geworden. Dat zie je ook bij de aanvragen voor het Limburg Future Pro. Vorig jaar hadden we er 43. En dit jaar hebben we dan een slag minder. Waarvan ik nog denk dat ik dan een heleboel mensen moet gaan teleurstellen die eigenlijk net niet genoeg zelfreflectie hebben om te kijken, pas ik nu daadwerkelijk in dat groepje van wat er eigenlijk gevraagd wordt. En ik denk hoe realistischer dat iedereen voor zichzelf kan worden, hoe beter je jezelf kunt maken in de sport. Want als je niet realistisch en zelfreflecterend bent, dan denk je al dat je de beste bent. En dat valt dan heel hard tegen. Ja. En zo ben ik ook van mening, en ik hoop dat Christian daar misschien dadelijk ook nog een woordje over kan zeggen. We leven in een wereld met heel veel ideeën, met heel veel theorieën, met heel veel werkwijzes. En ik denk dat je van iedere werkwijze iets kunt leren. Ja, alleen je moet ook de werkwijze dus vinden die bij jou past. En daarin kun je verder. En je gaat bij sommige werkwijzes ook tegen de lamp lopen, dat je dus, dan kom je bij het zelfreflectiegedeelte. Ja, in mijn hoofd denk ik misschien dat ik wel zo goed ben, maar ik heb daar dus nog wel heel veel verbeterpunten in. En ja, dat blijft een dingetje waar je, en dan zit je weer met de theorieën, je blijft op zoek iedere dag, maar dat blijven wij ook. Elke dag is het weer een uitdaging om voor het juiste paard, voor de juiste ruiter die komt trainen, het bij elkaar te zoeken. Als ik het een keer niet kan vinden, dan overleg ik het met Lisa of dan overleg ik het met mijn moeder. Dan bel ik mijn trainer Henk op van, hoe moeten we dit doen? En zo blijf je puzzelen. En dat, we werken met dieren. Ja. Dus we kunnen zelf soms een hele goede dag hebben, maar dan moet je paard het op dat dag ook weer hebben. En zo blijft het iedere dag wel een puzzel. En dan kom je op het gedeelte wat Rob zegt met onze programma's. Ja, dat blijft ook een puzzel. En je zit in een teamverband. Je wilt, wat Jikke dan weer zegt, je wilt dat het klikt met elkaar. Dat iedereen het leuk vindt. Wat wij dus hebben met de trainingen. Je zit met een groepje van 3. In het ene groepje zie je dat als de andere 2 aan het stappen zijn en 1 is aan het springen, dat er 2 heel geïnteresseerd zijn. En je hebt ook het groepje, de ene is aan het springen en de andere kijken, wat een mooi dak. Ja. En, ja, en dat zit toch in de persoon zelf, van hoe fanatiek zijn we. En daardoor past de ene in de Future Pros en de ene in de Talent Boost. En de andere, die moet zelf nog meer ontwikkelen om erbij te gaan horen. Ja, goed, dat is net wat je zegt. Dat is ook heel belangrijk. Jullie doen dat ook in team. En als je dan ook ziet dat wij vorig jaar eigenlijk Lex Gijzen eigenlijk vanuit Talentboost, ja, eigenlijk in de Future Pro hebben gekregen. Dan
die, ja, dat is toch mooi. Ja. Dat je daar die koppeling in hebt. En daar doen we het eigenlijk ook voor. Hè? Ja. Ik denk dat we een heel veelbelovende jeugdopkomst hebben, of niet Rob? Limburgse jeugd. Tuurlijk, tuurlijk. En ik vind ook op een gegeven moment dat we daar heel secuur mee om moeten gaan. Maar we moeten natuurlijk gewoon realistisch zijn. En ook het programma Talent Boost van Christian, dat is natuurlijk ook niet voor iedereen. Dat is ook voor degene waar wij eigenlijk in de topsport dadelijk mee verder moeten kunnen gaan. En dat is de Limburg Future Pro. Principe eigenlijk hetzelfde. En van daaruit moeten wij gaan werken samen om Limburg zo goed mogelijk op de kaart te zetten. Dat we toch eigenlijk in de toekomst meer ruiters moeten kunnen gaan afleveren richting de topsport. Dat zou natuurlijk het ideaal plaatje zijn. Dat Rob over 10 jaar uit 20 kan kiezen in plaats van 12. Ja. En dan nog een aantal Limburgers. Ja, dat zou mooi zijn. We mogen gerust chauvinistisch zijn. Ik denk dat wij in Limburg er heel veel aan doen. Ja, dat denk ik ook. Ik heb geen vragen meer binnengekregen. Kijk, dan zijn wij of heel duidelijk, of ze zijn niet meer geïnteresseerd in ons, Christian. Ze zijn goede tijd aan het kijken. Maar ik heb wel een aantal hele mooie wijsheden gehoord, denk ik. Okay. Want inderdaad, zelfreflectie, bezig blijven, afwisseling. En niet per se ergens bij willen horen. Ik denk dat ik ze dan heel grof samenvat. Ja. Heb ik iets gemist wat ik had moeten opvangen? Nee, ik denk dat jij alles goed gevraagd hebt. En wat ik van Christian hoor, heeft hij het heel goed uitgelegd. Ik denk dat we alle punten een klein beetje aangetipt hebben. Het is jammer dat er, en dat vind ik dan altijd wel jammer, dan moet ik dan toch alweer kwijt. Daar moesten 100 vragen komen. Ja. En dat vind ik dan altijd op een gegeven moment. Maar dat is niet alleen hier, dat is overal. En ik heb afgelopen zaterdag een online sessie gehad met Noorwegen, met Noorse trainers. Dan krijg ik uiteindelijk van één iemand, waar ik zelf dan ook nog regelmatig les aan geef, die komt dan met 2 vragen. En de rest eigenlijk niks. Dat vind ik eigenlijk een gemiste kans. Ja. Kijk, nu zijn er zo heel veel jeugd die misschien een vraag zou hebben van God, hoe kom ik bij Talent Boost? Of hoe kom ik bij Limburg Future Pros? Wat moet ik daarvoor kennen? Wat moet ik daarvoor doen? Geef eens een uitleg. Kijk, en daar zijn legio vragen over de rijerij, over de rijkunst, noem maar op allemaal. Ja. Dat vind ik dan altijd wel jammer dat daar niet meer... Ik denk dat jij ze goed scherp houdt, Rob. Ik denk dat we nu daar weer een hele rits krijgen. Ja, hoop ik. Ik blijf er graag een uur voor zitten. Dus stel, we krijgen nog een aantal vragen binnen, dan mag ik ze allemaal aan jou doorsturen. Ze allemaal aan mij doorsturen. En Christian ook? Ja, tuurlijk. Dat is wat erop zegt. Ik denk ook wel dat er ook nog wel veel jeugd is die denkt van, ik zou het toch willen vragen. Maar ja, misschien is het een domme vraag, maar geen één vraag is dom. Nee. Als jij daarmee zit, moet je vragen. Ja, duidelijk. Ja. We gaan hem afsluiten. Ik denk dat we hem samen kunnen vatten. Blijf jezelf prikkelen. Stel alle vragen die je wilt vragen. En lekker doortrainen tot we weer op concours kunnen. Ja. Rob, dan wil ik jou heel erg bedanken voor de tijd. Graag gedaan. Christian ook. Jullie bedankt voor mij te vragen. Vind ik leuk. Ja, we zijn lang heel blij en trots dat we überhaupt hier terecht mogen, Rob. We moeten met z'n allen aan de kaart trekken. Zo is het. En ik hoop snel dat we weer aan de gang kunnen. Talent Boost en met de scoutingsdag van de Limburg Future Pros, dat we weer een hoop talenten mogen ontvangen. Ja, zo is het. En jeugd laten komen. Altijd je best doen. Dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. Over en uit.